is een Fokker D7. Deze is gebouwd door Anthony Fokker in de Eerste Wereldoorlog in Duitsland, waar hij toen werkzaam was. Johan van Dijssel werkt al 17 jaar bij het Luchtvaartmuseum. Een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan is het opzetten van de Catalina, een verkenningsvliegtuig dat de marine gebruikte in Nederlands-Indië. Deze heb ik wel binnen zien komen ook. Dat was wel spectaculair. Dit toestel kwam in kleine onderdelen binnen via de grote hangaardeur. En die is tijdens de openingstijden ongeveer een jaar of 15 geleden hier op deze plek opgebouwd. Alles is in kleine stukken, behalve de romp natuurlijk, want dat was wel één geheel, hebben we hier naar binnen kunnen manoeuvreren en is toen opgebouwd geworden. 40 jaar geleden richtten een paar medewerkers van de luchtmacht het Militaire Luchtvaartmuseum op. Op 3 juli 1968 opende Prins Bernhard het museum, dat toen in een hangar op vliegbasis Soesterberg zat. Maar de collectie groeide in hoog tempo en daarom moest het museum verhuizen. Vanaf 1980 is de collectie overgebracht naar het kamp Verzeist en is het in deze gebouwen ondergebracht. Daarbij is deze Dakota ook meegekomen natuurlijk en sinds die tijd staat hij op deze plek tussen de ingenieur Vreeburghal en de generaal Snijdershal. De meeste vliegtuigen komen van de luchtmacht. Sommige worden geschonken door particulieren. Het museum heeft net weer twee nieuwe aanwinsten binnen. Dat is het tweede toestel wat aanstaande donderdag gepresenteerd gaat worden. Dit is de Fuka Magister. Dat is een toestel waarin de Nederlandse vliegers in de jaren 60 en 70 bij onze Belgische collega's opgeleid werden tot vlieger. En dit is een toestel die eigendom was van Aviodroom in Lelystad.